Op 8 februari 2014 werd Else Borst Eilers vermoord. Vandaag, precies 10 jaar later, staan we stil bij haar nalatenschap. Voor de volksgezondheid, voor de Nederlandse samenleving en voor de politiek. Ik vind als je het hebt over kwaliteit van de samenleving, dan hadden we het ook even moeten kunnen hebben over de gezondheidszorg, over het onderwijs. Wetgeving op het vlak van euthanasie, abortus, orgaandonatie, embryo-onderzoek, tabak en patiëntenbescherming. Het vormt een kleine greep uit haar rijke oeuvre. Haar politieke nalatenschap is nog steeds van grote invloed op iedere Nederlander die wel eens een voet in het ziekenhuis heeft gezet. Ergens is er vaak een grens. Dan kan het heel goed zijn dat iemand zegt, ik ben gewoon eraan toe om met leven te stoppen. Borst was een grote. Bovenal omdat ze de kleinen nooit uit het oog verloor. Lees de ode aan Els op d66.nl/Els.